www.deboodschap.today. Suriname in gesprek met internationale instituten voor COVID-ondersteuning. Suriname is via het ministerie van Financiën in gesprek met diverse internationale financiële instituten zoals IMF, IDB, ISDB, OFID en de Wereldbank om in aanmerking te komen voor de ondersteuningsfaciliteiten die door deze instituten rondom het COVID-19-virus in het leven zijn geroepen. Dergelijke ondersteuningsfaciliteiten zijn gebruikelijk bij ingrijpende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld grootschalige natuurrampen en nu dus het COVID-19-virus dat de wereld in zijn greep houdt. Op 4 maart maakte het IMF reeds bekend dat zij $50 miljard ter beschikking kan stellen voor de lage inkomens en ontwikkelde landen die steun nodig hebben ten behoeve van hun gezondheidssector in het kader van de COVID-19-uitbraak. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.